lievelingen van CrossFit Go Brussel, welkom. We zijn inmiddels aangekomen bij de Home Workout 12. Van vandaag is de workout voor vrijdag. Leuke WOD, 20 minuten AMRAP vandaag. Wat gaan we doen? We gaan rennen, we gaan cleanen, we gaan springen, eventueel step-ups maken, pocketjumps, noem het maar op. Dus je begint straks met 200 meter run. Dan heb je een clean, namelijk 15 herhalingen. Dus we hebben 15 object cleans. Dat kan een kettlebell, dat kan een dumbbell zijn of iets anders. Als je daarvoor kiest, zorg in ieder geval dat er een handvat aan, zodat je het vanaf de grond kan cleanen. Met één of met twee handen. Dus wees daar creatief in. 15 stuks. Klok gaat. Dat gaat hij nog vaker doen, denk ik. Ja, ik denk 6 keer, want het is 6 uur 's avonds. Na die cleans hebben we pokjumps. Dus dat kan bijvoorbeeld een bankje of een tafel zijn. Ik laat het zo meteen zien. Daarom sta ik ook aan deze kant van het huis. Vervolgens ga je weer lopen 200 meter. Dan heb je weer die pokjumps, 15 stuks. En weer die object, kettlebell of dumbbell clean. Dus het is 200 meter run, 15 cleans. 15 pokjumps, 200 meter run. Nog steeds dezelfde ronde. Maar dan 15 pokjumps en 15 cleans. Dus dan is het omgedraaid en dit volstaat één ronde. Dus in één ronde loop je al 400 meter. Dus een lekkere workout. Het is nog steeds lekker weer, dus we kunnen heerlijk naar buiten toe. Wat ik zeg, als je een beetje afstand van elkaar houdt, dan kun je dat ook super leuk doen. Ik zie ook graag samen trainen. Dus ik weet dat er heel veel van jullie ook samen trainen. Dat is ook prima. Hou afstand van elkaar. Het moet ook prima kunnen als je afstand houdt. Dit is een hele leuke workout. Dus ik heb in de WOD prep heb ik ook eventueel een partner prep. Doe je dat in tweetallen zou kunnen doen op een leuke manier. We beginnen met de warming up. Je begint met 200 meter rennen. Dus zet even een afstand voor jezelf uit, 101, 120, 200 meter, want deze afstand heb je ook in een workout nodig. Dus daar kan je meteen al in je warming-up mee beginnen. Na die 200 meter kom je terug naar binnen. Ik laat er zo meteen allemaal één voor één zien. We hebben 10 sumo inchworms, we hebben kettlebell high pulls, dus kettlebell of dumbbell high pull per kant 10 stuks. We hebben single arm Russian Sphinx, kan met een kettlebell of met een dumbbell. En we hebben 5 setjes van 1 burpee. En als je op de grond ligt, maak je nog 2 push-ups en dan ga je weer staan. Dus dat is zeg maar 1 set, een burpee, en op de bodem leg je met je borst op de grond, druk je jezelf 2 keer uit, 2 stuks, dan ga je staan. 5 setjes en dan eindig je weer waar je mee begon, dat was de run. Oké, dan ga ik straks verder met de workout prep voor je. Nou, je begint met het rennen, vervolgens kom je weer aangelopen, dan ga je verder met die sumo inchworm. Heb ook wel eens in een gym gedaan, dus je gaat echt als een sumo worstelaar staan. Denk aan je sumo deadlift en van daaruit kom je in de worm, verder als jij kan. Maar dit zal zijn vanuit hier. Kom ik vanuit hier, kom ik weer rustig terug naar voren. En dan maak ik mezelf ook weer lang. Dus deze wat je rustig 10 keer doet. Als je een beperkte ruimte hebt, zou ik er even een stuk of 3, 4, 5 stuks heen maken. 5 terug. 10 inchworms. Kettlebell of dumbbell high pulls. 10 stuks per kant. Wees je ook creatief in als je nog geen spulletjes thuis hebt. Binnenkort gaan we natuurlijk met die pakketten beginnen, dus zorg dat je dan spulletjes hebt, dat je dit soort eenvoudige workouts, waarbij je toch wel lekker intensiteit kan pakken, zorg dat je een setje kettlebells of dumbbells voor jezelf hebt. Dus ik heb hier een kettlebell van 20 kilo, nou dat moet kunnen denk ik. 10 high pulls, dus je gaat staan, je zorgt ervoor dat jouw elleboog hoger is dan je hand, dus ik wil geen chicken, dus niet dit doen. En dan houd je romp recht, dus ga er niet in hangen. 10 stuks, dus kijk mee. Deze kettlebell moet ik even een korte dip drive maken, denk ik, dip. Pull 1, pull 2, 3. Nou, dus 10 stuks rechts, 10 stuks links. Mooi. 10 single arm dumbbell of kettlebell. Russian Sphinx. Zoals dit dan een kettlebell is, dan kan die vanuit hier. Kan ik hem mooi voor 10 herhalingen maken. De kant. Goede heupstrekking, wissel van kant. 1, 2. Enzovoort. Ken de kettlebell Sphinx, zorg dat je hak op de grond blijft. Kom niet op je tenen. Ga er niet in hangen. Houd je rug recht en laat je heupen naar het werk doen. Goede triple extensie wil ik jullie zien. Oké. Mocht je dan een dumbbell hebben, ziet er misschien een beetje gek uit, maar het gaat prima. Dus je Russian Sphinx kan in deze ook prima. Maar ik had het hetzelfde van. Nou. Goed, de volgende nog. Oké. Dan maak je af met 5 setjes van 1 burpee en 2 push-ups. Dus, de burpee is daar. Dan lig ik hier en vanuit hier wil ik 2 push-ups zien. Bam, 1, 2 en ik ga staan. Dit is dan 1 set van de 5. Tweede set. Liggen, bam, 1, borst naar de grond, 2, staan, druk op. Mocht je deze push-ups niet kunnen op je
voelt dat die heup ook mooi omhoog komt, voel je dan remmen op je knie te doen. Jullie moeten dat weten. En je gaat dan ook weer lopen. Dus je begint met rennen. Al deze beweging maak je af. En je eindigt ook met rennen. Rennen is per keer 200 meter. Je begint met 200, je eindigt met 200 meter. Oké, dan de prep. Ik heb daar een kwartier de tijd voor. Dit zou eventueel in partners kunnen. I go, you go. Stel dat je het nou in tweetallen doet. Dan doe je het volgende. Alle bewegingen die komen zo meteen aan bod. En alles doe je op de volgende manier. Je gaat beginnen bij 1 herhaling en je bent klaar bij 6 herhalingen. Dat doe je als volgt. Dus ik maak 1 rep met buddy 1. Dan maak ik de 2. Hij of zij 2. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Als je het bij elkaar optrokken, kom je op zo'n 20, 21 reps. Mocht je deze workout dus individueel doen, maak je dus overal geen 6, maar 20 herhalingen van. Als je het nou samen met je maatje doet, we beginnen met de front squats. Dan hebben we step-ups, cleans en box jumps. Als je nou front squats doet en je hebt een kettlebell, dat betekent dat dit mijn rekpositie is. Elleboog lekker hoog, voeten schouderbreedte. En we gaan voor een full squat. Ik maak er 1, hij maakt er 1. Dan maak ik er 2 stuks. Buddy 2, 3, 3, 4, 4 enzovoort. Heb je de eerste oefening gehad in je prep. Object front squats. Is dat een dumbbell of 2? Prima. Kan je iets anders vasthouden? Ik heb dat volgens mij de afgelopen dagen laten zien. Een bloempot of meer, wees een beetje creatief. Pak gewoon iets vast wat voor jou oké voelt. Ook voor tijdens de workout. Step-ups. Object step-ups. Dus dat betekent ook ik 1, stap af. Mijn buddy 1 af. Ik 2 keer opstappen, mijn buddy 2 keer. En dan ga je zelf dus voor 20 reps. Kijk even mee. Nou, deze iets te hoog is, maar deze moet wel kunnen. We stappen op, stappen af. Is 1, andere kant, om en om, op. Af is 2, enzovoorts. Stop maar even als je gaat staan. Als je boven een volle extensie hebt, rustig af. Step-ups. Dus, om en om, 1 tot en met 6. Bouw dat op. En anders individueel 20 stuks. Dat kan best zwaar zijn, ook met deze 20 kilo kettlebell. Het is je vorm, het is je voorbereiding, is je prep. Het hoeft niet allemaal achter elkaar, het mag wel, maar voel je vrij om dat te breken in 2 sets van 10. Cleans. Object cleans. Nou, kijk, als het een dumbbell is, laten we het even zien, ook met een kettlebell. Zodat het gewicht daar mooi zo tussen je voeten is. Als je begint, vanuit daar willen we, bam, daar zitten. Terug, heupen strekken. Het mag ook een power clean zijn. En terug. Dit is beide prima. Dit is een 20 minutes AMRAP. Je wilt lekker snel bewegen. Het is niet echt iets wat je in deze workout moet tegenhouden van redelijk snel bewegen. Dus voel je vrij, heb je de afgelopen dagen een beetje verzaakt. Daar heb je er zin in. Dan zou ik lekker een wat zwaardere object pakken. Zwaardere kettlebell of dumbbell. Je maakt daar squat cleans van. Dat is toch wel een andere koek dan power cleans. Goed. Maar er staat in de workout staat geprogrammeerd de clean. Dus voel je vrij, power up, squat clean. Het is alweer goed. Is dat een dumbbell? Hetzelfde verhaal. Hij gaat naar de grond. Full squat. Naar de grond. Full squat. We oefenen dit ook veel in de gym. Wat ik vind belangrijk. Ik ben van mening als je met verschillende objecten leert cleanen. Stang, kettlebell, barbell, matball, noem het maar op. Dan ga je gewoon beter bewegen. Dus als die vanaf de grond komt. Is hier mijn heup op slot. Nou is met die stang. Hij komt daar in contact. En dan komen we er pas om. Dus wacht op het juiste moment. Niet te snel je arm strekken. Wacht op die heupextensie. Bam, en ga er dan onder. Dumbbell of kettlebell, allebei prima. En je maakt af met box jumps. Dus voor mij zou dat dan hier zijn. Op af, nou, dit gaat iets makkelijker. Dan deze misschien iets meer uitdaging geeft. Dit gaat eens beter. 2. Nou, enzovoort. Jij en je buddy 1, 2, 2. Of als je maar alleen doet wat ik zeg, 20 stuks. Dus deze prep doe hem ontspannen. Het zijn hier squats, step-ups, cleans, box jumps. 4 keer 20 zijn 80 reps in je prep. Dat heb je ook echt nodig voor deze workout, deze AMRAP. Dan pak je een paar minuten rust. Wat ik vaak zeg, dat is ook echt even nodig voordat de workout begint. Dan ben je gebrand. Je hebt de zin in, je bent agressief. En je wilt deze workout lekker knallen. Dus wat ik zei, 20 minuten AMRAP, 20 minuten ben je hoe dan ook aan het bewegen. Als ik zelf kijk naar wat mijn voorkeur heeft. Ik heb liever een rounds full time. Dus ik hou van een task, van een opdracht. Ik weet wanneer ik klaar ben, namelijk na 3 rounds full time, of 5 of 8 rondes of 6, wat het ook is. En in een AMRAP, hoe snel je ook gaat, je moet toch 20 minuten bewegen.
Hè, dus je moet je voorstellen, als je 3 rondes hebt, dan zie je nog steeds dat lichtje daar in die tunnel en daar ga je dan op af. Dat is dan je goal en daarna ben je ook klaar. En hier is dat, zou je ook kunnen zeggen, dat lichtje is dan die 20 minuten. Maar je moet hoe dan ook blijven bewegen. Dus we kijken dan 20 minuten MRAP, dat is een redelijk langere workout. We praten dan een beetje in onze hardlooptermen, hoe ik dat vaker zeg, een beetje een halve marathon. Half marathon, 15 kilometer? Ja, half marathon wel. Dus je kunt dat niet sprinten, je kunt dat niet, je moet echt een badass zijn, maar zodat je dit een beetje doseert, je wilt non-stop kunnen blijven bewegen. Dat moet niet een moment zijn dat je de knieën aan het uithijgen bent. Ja, dus je bent non-stop in beweging. Goed. 200 meter run. We hebben cleans. Ze mogen squat of power clean zijn. Mag je zelf kijken voor vandaag afhankelijk hoeveel arbeid je hebt verricht de afgelopen week. Box jumps of object jumps. Nee, goed, voel je vrij om misschien op een stabiele stoel te springen of op de bank als je hier binnen aan het trainen bent. Ja, dan ga je weer rennen en dan heb je weer erop die box jumps en cleans. Nou, ik zorg ervoor dat de workout voorbereiding en de briefing zometeen nog heel snel bij jullie in de app komt met een linkje erbij. En ik wil jullie bekijken. Ik zal hem natuurlijk even uitschrijven zoals ik de afgelopen dagen dat ook doe. Dan nog iets anders. Ja. Hebben jullie zoiets van, dat is het een beetje overzichtelijk? Oké, dat heb ik al eens gehoord, dus thanks daarvoor. Vind je dat ik het nog iets overzichtelijker voor jullie moet maken? Moet ik het iets rustiger vertellen? Het waar is dat ik best wel heel snel praat, maar volgens mij is het best wel goed te volgen. Maar vertel het mij, want dan weet ik het. Want als ik het niet hoor van jullie, dan blijf ik het maar gewoon nu doen. En ik ga er gewoon vanuit dat het goed gaat, dat het voor iedereen goed te volgen is. Maar als dat niet het geval is, laat het me weten alsjeblieft. En dat vind ik zelf ook fijn. Oké, voor zover. Ik zie jullie snel weer terug. Dankjewel.